Magietijd. Karton, 2 vellen. Knip details uit. 1, 2, 3. Maak een dressoir. Verf hout opnieuw. Fluwelen voering. Accessoires toevoegen. Fork set. Hai heeft iets ongewoons. Wow. Interessant. Auw, wat is dit? Verstop je, monster! Vriend, help, ik zit vast. Ik zal hem hulp roepen. Ariel, laten we gaan. Arme jongen, laten we helpen. Okay. Je bent vrij. Bedankt. Dat is leuk. Ideaal. Oh. Neem een vel karton. Knip details uit. Vouw de doos. Versier met metalen hoeken. Bevestig het deksel. Ziet er goed uit. Teken de ogen. Sluiting. Handgrepen. Een spiegel. Laten we een mooi landschap tekenen. Vrienden ontspannen. Neem een croissant, het is heerlijk. Rapunzel heeft haast om een schilderij te maken. Ga opzij. Het arme ding struikelde. Mijn haar! Geweldige show. Genoeg, wat een dag. Lieverd, kun je mijn portret maken? Ik wil ook een portret. Geen probleem. Klaar. Wat? Zie ik er zo uit? Vreselijk. Het is tijd voor de schoonheidsspecialist. Oh, prachtig. Oh, ik ben het. Finny, ik heb het erger. Het is gratis. Ga langs. Kijk naar jezelf. Dit is mijn plek. Ik ga weg. Landschappen zijn prettiger om te tekenen. Lichte klei. Laten we beginnen met rood. Maak een worst. Wikkel het eromheen. Maak een hoofd. Ogen. Sterke schaal. Veel benen. Thank you. Leerlingen. Krabben zijn op avontuur. Sebastian opent een privépraktijk. Hello. Iedereen is bang voor mij. Ik wil vrienden. Misschien is je bijl een probleem. Juist, weg met de bijl. Dokter, je bent geniaal. Hades kwam. Dokter Sebastian, ik kan mijn humeur niet beheersen. De brandbus is klaar. Laten we marshmallows maken. Ik vind Snoep niet erg. Oké. Zijn vuur verdween. Wow. We hebben een goede tijd gehad. Thank you. Bye. De laatste cliënt was de Joker. Dokter, ik heb het zoveel. Rijkdom is overal. Interessante symptomen. Geef alles maar aan mij. Het is allemaal van jou. Het is nu makkelijker, dank je. Ciao. Ik hou van mijn werk. Mensen helpen is zo leuk. Neem een deksel. Neem dit instrument. Maak een gat. Comfortabel handvat. Verf de pan zwart. Verouder het. Krachtig wapen en handig bij het koken. Deze bandiet houdt de toren van Rapunzel in de gaten. Geen beveiliging. Binnenkomen is makkelijk. Stil. Huh? Waar verbergt ze de schat? Leeg. Wie is daar? Ik zal je vinden. Aha. Begrepen. Ga weg, dief, anders krijg je er spijt van. Help! Goed voor je, een koekenpan helpt altijd. Hallo. Een kroon! Nu is het goudkleurig. Versier het. Meer stras.
tasschablonen. Naai een tas. Een pleister. Kroon past er makkelijk in. Goede vangst. Het zal mij meer goud opleveren. Ik moet me verstoppen. Po, verlaat de toren. Wauw, het is hoog. Weer dieven. Ik ben alert. Oh, ik heb geluk dat er niemand thuis was. Natuurlijk, ik ben thuis. Neem dit. Rapunzel rond de vreemdeling met haar haar vast. Laten we eens kijken wat we hebben. Een kroon. Is die van jou, prinses? Geef het terug. Ik dacht het niet. Breng mij de lantaarns. Oké. Ariel heeft lang gezwommen. Hi there. Oh, het is tijd om te rusten. Goede schaal. Hi. Baby's, jullie zijn vrij. Laten we opnieuw schilderen. Ziet er goed uit. Een zitplaats. Een kussen. Een parel. Zo comfortabel. Ik laat het aan mezelf over. Ariel, rust. Ik wou dat ik een beroemde zangeres kon worden. Ik heb talent. Tijd voor gitaarsolo. Had je dit niet verwacht? Hard rock. Fans verzamelden zich. Geen fans, boze bewoners. Stop met dit lawaai. Maar Ariel droomt van glorie. Het is kookdag. Yeah, Pascal, kom je helpen? Oké. Hier is het recept. Okay. Vol verhoudingen. Nice. Wat? Suiker? Voeg dit ook toe. Oeps, dat is zout. Laat het deeg rijzen. Ik kan rusten. Het deeg is klaar. Oh nee. Tijd om hem in de oven te zetten. Deze verpakking komt goed van pas. Druk het samen. Wat deeg. Rol het uit. Citroenvulling. Maak de randen glad. Maak bezuiniging. Blozende korst. Mijn kenmerkende taart is heerlijk. Het is heerlijk. Well done. Laat het mij even afkoelen. Deze geur trok de Joker aan. Oeps, mooie dag. Ik hou van taarten. Pascal schenkt de thee in. Oh, waar is mijn taart? Hey. Mijn prooi. Oh, zoveel zout. Er zijn genoeg ingrediënten voor de tweede taart. Ja, lichte klei. Neem wat. Wauw, chameleon lichaam. Voeg benen toe. Een paar ogen. Haha, groen. Gebruik nagellak. Het is Pascal. Hi. Pascal regelt het date voor de dame. Hi. Lieverd, deze bloem is voor jou. Wow. Eet de heerlijke lekkernijen. Yummy. Ik hou van je, lieverd. Bye bye. Tijd om terug te keren. Rapunzel, laat je haar zakken. Ik heb het net gewassen. Kruip zelf. Prima, maar het zal nog lang gaan duren. Wauw, het wordt donker. Oh, wat moet ik doen? Spring in de emmer. Trek me omhoog. Rapunzel's humor verkort het pad. Ik ben eindelijk thuis. Bereid de details voor. Maak een telefoonframe. Werk met een penseel. Verouder het. Verf de schaal. Display en knoppen. Antenne. Maritieme inrichting. Neem de telefoon op. Er belt iemand. Ariel geniet van haar melodrama. Hij houdt niet van je. Ariel, laten we gaan wandelen. Ik heb het druk. Mevrouw, maakt u een brief? Later rust ik. Ariel is aan het rommelen. Er zijn veel brieven.
Lees er minstens één. Wat een leuk verhaal. Goed, laat me eens kijken. Neem dit alsjeblieft. Je antwoordt niet. Wie schreeuwt daar? Hallo? Oh, Erik. De kleine zeemeermin raakte verslaafd aan telefoongesprekken. Sebastiaan zal nu zelf ernaartoe moeten kijken. Jee, Play-Doh. Kneed het. Maak een chameleonlichaam. Verscherp de details. Voeg ogen toe. Kleur de schubben. Babychameleons zijn erg lenig. Mama chameleon kan geen plek voor zichzelf vinden. Ze rent van hoek naar hoek. Gaat het? Kan ik helpen? Ik voel me raar. Wil je drinken of eten? Wil je dit drinken? Ik wil niks. Pascal rent achter Rapunzel aan. Heb je me geroepen? We moeten haar naar het ziekenhuis brengen. Dokter, red haar. Please. Laten we haar onderzoeken. Ik zie het. Ze is zwanger. Yes. Alles komt goed. Kleine chameleons zijn geboren. De chameleon kon niet gelukkiger zijn. Flynn, controleer ze alsjeblieft. Mijn meest ongewone patiënten. Het lijkt niet op Flynn. Laten we een nieuwe pop uitnodigen in de werkplaats. Maximus heeft de stof meegebracht. Goede jongen. Schets het schabloon. Knip het uit. Een hemd. Pas het. Wauw. Knip de broek uit. Klaar. Perfect. Yeah. Nieuwe stof voor het vest. Deze bever is een kleermaker. Bedankt. Uitstekende stijl. Laten we accessoires kiezen. Voeg een tas toe. Comfortabele laarzen. Pruikenpet. Bruin haar. Hij heeft een baard. Kijk naar onze held. Flynn, ben je in orde? Hij is gefascineerd door Rapunzel's schoonheid. Alles is in orde. Ik zal gaan. Bye-bye. Lieve dieren. Daar ben ik het mee eens. Kinderen moeten eten. De chameleons begonnen te eten. Een kind klom op Flynn's hoofd. Oh. Oeps. Ik zal alles schoonmaken. Sorry. Oh, bedankt. Hebben ze een lift naar huis nodig? Ik ben een taxi. Het is Maximus. Breng Rapunzel en de chameleons naar huis, alsjeblieft. Bye. De familie is op weg naar huis. Chocola. Druk op de reep. Smelt het boven een kaars. Giet het in de vorm. Spreid alles uit. Schattig hartje. Het is nu bevroren. Verpak het in knutselpapier. Versier het met goud. Wauw, een ring. Bind het vast met een touw. Voeg groen en bloemen toe. Kleur de verpakking. Hartenhoekjes. Hoe schattig. Flynn is weer aan het werk. Ik kan die charmante prinses niet vergeten. Wat dacht je van een taart? Ik heb melk nodig. Een kopje bloem. Klop het op. Goed. Iedereen houdt van chocola. Smelt de reep. Giet in de vorm. Zoals dit. Naar de vriezer.
Het is bevroren. Meer harten en gedroogde bloemen. Yes. Perfect. So beautiful. Go, go, go! Rapunzel ontspant zich in het park. Hallo, schoonheid. Ik wilde je zien. Ja. Yeah. Ik ook. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, wat lief. Chocolade? Draai het om. Yeah. Een ring? Wil je mijn vrouw worden? Ja. En nu kan ik de chocolade ook opeten. Wat een gelukkige dag. Neem piepschuim. We hebben een rechthoek nodig. Een gat. Knip doorzichtig plastic uit. Zet alles in elkaar. Bedek de bovenkant. Voeg kleuren toe. Verf met patronen. Een bodem met kiezels. Zet de flora op. Transparante wanden. Nu hebben we een luxe terrarium. Flynn wacht thuis op Rapunzel. Fidget chameleons zijn echt. Dat gaat niet werken. Hallo, dierenwinkel? We hebben een terrarium nodig. Oh, mijn taart. Hoera, het is hier. De chameleons zijn geïnteresseerd in het pakje. Kom op, kinderen. Welkom thuis. Wauw, lieverd. Nieuw huis. Wat heb je hier? Chameleons hebben nu een plek om te wonen. Ik hou ervan, Flynn. Wat een geweldige aankoop. Rapunzel bereidt zich voor op de bruiloft. Ik heb een outfit nodig. Tulle is goed genoeg. Maak de randen strak. Pastijd. Fijne stof. Voeg alles samen om een rok te maken. Nu. Wat denk je? Geweldig. Voeg heldere inzetstukken toe. Veters. Een bloemenkroon in plaats van een tiara. Nu bloemen. Perfect. Vergeet het boeket van de bruid niet. Wat een perfecte look. Een speciale dag is hier. Ik heb het gehaald. Waar is de bruid? Ze zal hier snel zijn. Hier ben ik. Je bent gekomen, lieverd. Ah, oma zit onder de sluier. Oh, wie ben jij? Maximus is te boos. Maak je een grapje? Dit is Rapunzel, alleen ouder. Kom hier, lieverd. Help! Maximus, zoek mij Rapunzel. Het trouwe paard bracht de echte bruid. Hi there. Het lijkt erop dat iedereen mij heeft gewacht. Maximus kon de grappen van Gothel niet waarderen. Ik kom hier niet meer terug. Een paard als priester? Alles is mogelijk. Ons koppel is gelukkig. Nu zullen we voor altijd samen zijn. Laten we een kijkje nemen in deze kist. Schets de patronen. Naai de randen. Trek de strik. Haarspeld. Benadruk de randen. Maak een doos. Wat vulmiddel. Een strik en twee paar haarspelden. Zon op de top. Een set haarspelden voor elke smaak. Laten we een kijkje nemen in moeder Gothel's winkel. Oh, dit is geen goede dag. Alles loopt uit de hand. Geen plaats voor rotte groenten. Hé, hij heeft goed gespeeld. Hoe durf je? Een stoute vogel besloot mijn brood te eten. Ga weg. Ik heb vers fruit en groenten nodig. En brood is handig. Het aanbod is niet groot. Neem wat er over is. Rapunzel heeft het niet eens gemerkt. Haar stiefmoeder is woedend. Alle toonbanken waren vol. Rapunzel!
Rapunzel! Oh. De prinses is weer thuis. Tijd om mijn haar te kammen. Wat? Mijn haar is geen moestuin. Ik moet dit oplossen. Oh, ik heb leuke haarklemmen. Nu ga ik het vlechten. Versierd met haarclips. Wauw, mooi en geen groente. Rapunzel heeft een heel interessant leven gehad. Laten we samen leren over haar sprookjesleven. Moeder Gothel bracht ons wat papier. Haar magie maakte de rol groot. Snap. En de toren kreeg een observatiedek. Hier is een deur. Maak de bakstenen na. Wat moet ik nog meer toevoegen? Dat klopt, ik vergat bijna het dak. Moeder Gothel heeft goed werk geleverd. De toren is bedekt met wijnranken. De toren lijkt wel iets uit een sprookje. De vogel kwam naar een vensterbank om haar beste vriend te zien. Oh, ik wil op verkenning. Ik kom hoger. Een pootje hier, een stapje daar. Ja, het is gelukt. Moeder Gothel was vroeg terug en betrapte Rapunzel op heterdaad. Hey Rapunzel, wat ben je aan het doen? Oeps, ik wilde alleen maar de zonsopgang zien. Gekkie, 's morgens komt de zon op. Moeder Gothel vond Rapunzel streken altijd zo schattig. Laten we teruggaan naar de toren. LOL, Lil Sisters verandert in Rapunzel. Laten we haar een lila outfit aantrekken. Hoe heeft ze anders zo lang haar gekregen? Het is echt magisch. En hier is Pascal de chameleon. Rapunzels beste vriend. Pascal verveelt zich. Spelen, kinderen? Deze twee zijn onafscheidelijk. Ze hebben altijd plezier. Maar Rapunzel is altijd op zoek naar problemen. Kim op de tafel, voorzichtig. Hebbes, het doelwit is dichtbij. Een lekkere chocoladecroissant. Heb je honger? Laten we warme melk drinken. Zo, goed gedaan. Je mag meer snoep als je ouder wordt. Deze details hebben we nodig om een mobiel te maken. Versier een draadring met groen en bloemen. Hang fleurige kralen aan een visdraad. Nu zal slapen nog zoeter zijn. Gothel stopt Rapunzel in, maar ze is aan het woelen. Oh, mijn hoofd gaat ontploffen. We moeten iets verzinnen. Dat klopt. Ik heb niet voor niets een mobiel gekocht, dus ik zal hem gebruiken. Rapunzel begon naar te staren. Vliegende figuurtjes hielpen haar in slaap te vallen. En ze had goede dromen. Een nieuwe LOL-pop betekent dat ons meisje opgroeit. Blond haar, nieuwsgierige groene ogen met witte highlights en een pakje in haar lievelingskleur. Kiet linten. Rapunzel ging in de doos. Deze. Tuurlijk. Maak er een pofrokje van. Bind het vast met een fonkelende riem en doe er een luchtige mouwen bij. De goede vee zwaaide met haar vleugels. En Rapunzel kreeg haar prachtige haar terug. Ja, mijn haar is nog langer geworden. Yay! Moeder Gothel houdt echt van haar dochter. Blijf hier, ik moet nog even weg. Rapunzel verspeelde geen tijd. Ze begon de lades te onderzoeken en vond eindelijk wat ze zocht. Een sleutel. Balkon, ik kom voor jou. Nu kan ze gemakkelijk op haar neerkomen. Ik vind het hier geweldig. Ze ligt op het gras, genietend van de zon. Buiten zijn is zo leuk. Magische wezens rusten uit op het grasveld. De tijger likte zelfs Rapunzels handen. De prinses is bevriend geraakt met alle dieren. Rapunzel, wie is er een kleine wegloper? Laten we naar huis gaan. Oeps, betrapt. Rapunzel heeft een nieuwe hobby. Tekenen. Ze tekende haar dromen op papier. En al snel ging ze verder op de meubels. Oh, ik voed zo'n creatief meisje op. Goed gedaan. Hoe kan ik haar talent laten ontwikkelen?
Maak een ezel. We hebben houten spiezen nodig voor de poten en een plank. Lijm het vast. Laten we gaan creëren. Niet gluren. Verrassing. Wauw, moeder, is dat voor mij? Cool. Ze nam haar verf, ging voor een ezel zitten en begon te schilderen. De jonge artiesten schilderden een schilderij van Pascal. Dat is mooi. De pop verandert van uiterlijk. Vandaag zal ze veranderen in een tiener Rapunzel. Dat is zo ongewoon. Oh, niemand heeft zulk haar. Laten we nu een wit t-shirt aantrekken met een chameleonprint. Probeer de korte broek. Maak een denim overal als een betere keuze. Je hebt gelijk. Tieners houden van experimenteren. Zelfs Rapunzel besloot om kleurrijk haar te hebben. Voeg dunne ringen toe aan de vlechten. Nu ziet ze er trendy uit. Rapunzel dacht na over het veranderen van haar look. Eerst kan ik mijn haar een felle kleur verven. Ik kan niet wachten om het resultaat te zien. Wauw, cool! Maar deze jurk... die past nu niet meer bij de look. De prinses maakt een nieuwe outfit. Wat moeite en ze heeft een stijlvolle denim outfit gemaakt. Ik ben zo blij. Pascal, kijk eens hoe cool. Oh moeder, kijk eens hoe mooi ik eruit zie. Wauw, het is zo kleurrijk. Nu is het de perfecte tijd om te experimenteren. Ik weet nog dat ik op jouw leeftijd ook vurig haar had. Maak een map van gedessineerd papier. Van kleurrijke tape maak je een gevouwen stuk. Steek het in de zijkanten. Gewone vellen passen erin. Een rietje en designertape samengevoegd tot kleine klosjes voor poppen. Rapunzel is bedekt met stukjes. Knip de tandenstokers. Iedere plikker heeft zijn eigen kleur. De krijtjes zijn klaar. Dit schrijfgerei zal haar helpen met tekenen. Rapunzel volgt een online cursus voor prinsessen. Online studeren is zo saai. In plaats van zich te concentreren op haar lessen, besluit ze te gaan spelen. De prinses rolt rond in haar stoel, springt door de kamer en maakt haar en wenkbrauwen van plakband. Haar klasgenoten lachen om haar trucjes. Toen ging ze weer tekenen. Een sprookjeswereld verscheen op een vel papier. We hebben wat meer karton nodig. Knip stroken schuimpapier en wikkel de stukken erom. Snap, snap. Verf de boxjes en blisterverpakking roze. Het is een echte make-up palet, verdeeld in vakjes. Er zijn zoveel tinten. Een spiegel schittert op de tweede helft. Een klein borsteltje verandert in een mascara. Dan hebben we een handgemaakte felle lippenstift. Een make-up kit is de perfecte cadeau voor een tiener. Gothel luisterde naar Lalilu's advies en besloot iets aardigs te doen voor de prinses. Rapunzel, dit is voor jou. Wauw, moeder, je bent zo geweldig. Een make-up kit, wauw! Oké, ik ga mijn make-up doen. Rapunzel ging voor de make-up tafel zitten en begon lippenstift, oogschaduw en wimpers aan te brengen. De eerste make-up ziet er een beetje gewaagd uit. Bij het zien van Rapunzels experimenten schrok Gothel. Ik zal je laten zien hoe je make-up aanbrengt. Moeder maakte de make-up schoon en hielp Rapunzel haar make-up helemaal opnieuw te doen. Wat een mooi meisje. Wauw, dat is veel beter. Maak twee dunne ringen van dun ijzerdraad. Knip en ze verbonden. Een heldere tekening van de zon verscheen op het papier. Wikkel het rond het frame. Kijk, het zijn er zoveel. Flynn Rider kwam naar de kust in de duisternis van de nacht. Waar ben je, mijn liefste? Lieverd, ik ben hier. Hello. Hij gaf de prinses een hand. Ze sprong in een boot en het paar voer samen verder over het water. Tussen twee haakjes, ik heb een geschenk voorbereid. Neem het. Oh, het is een lantaarn. Het is zo romantisch. Ze hielden elkaars handen vast en stuurden het de lucht in. Wacht, wat? Honderden lantaarns vlogen de lucht in. Het gelukkige paar stond daar maar, genietend van de magie.
Een blad met een afdruk, verdeeld in vele pagina's. Voeg ze samen. Lijm de bladen aan elkaar en steek er een omslag in. De omslag is versierd met een portret van Rapunzel in een metalen frame. En het album zelf bevat veel bijzondere foto's. Op een keer, toen Rapunzel nog een tiener was, vond ze een fotobooth. Ik wil ook op de foto. Vele jaren later vond het oude Rapunzel hetzelfde hokje. En nu heeft ze oma-foto's die overeenkomen met de foto's die ze nam toen ze jong was. Na thuiskomst stopte Rapunzel de foto's in het album naast de foto's uit haar jeugd. Wat een mooie herinneringen. Ah, dat waren nog eens tijden.